Hoe kun je ruimte ervaren in het contact met de ander? In dit filmpje geef ik je een oefening die je kan helpen om die ruimte en dat contact te ervaren. Eigenlijk een hele eenvoudige oefening die ik heb gekregen van een groep die ik heb gedaan in het Osho Meditatiecentrum in India, in Pune. En die groep die werd gegeven door een oogdokter, een oogarts. Was heel veel met de ogen. En dit is ook een oefening die, waarbij je leert om ruimte te creëren om anders te kijken naar een ander. En wat wij vaak doen is, als we in een live contact zijn met een ander, is dat we die ander echt naar die ander kijken, naar het gezicht, naar hoe de mond beweegt, naar de ogen. En je hebt zelf waarschijnlijk wel ervaren dat als iemand te veel en te lang naar jouw ogen kijkt, dat dat een heel benauwend of beklemmend gevoel geeft. En het is ook vaak best moeilijk om naar iemands gezicht te kijken, om te kijken van je kunt niet naar beide ogen vaak tegelijkertijd kijken. Dus dan wissel je ook onbewust af tussen het ene oog en het andere oog. En ook dat geeft al onrust. Daar moet je maar eens op letten hoe dat voor jou voelt. Zowel om zo te kijken naar een ander met wie je praat bijvoorbeeld, als hoe het is voor jou als iemand zo naar jou kijkt. Wij denken dan vaak dat als we echt kijken naar iemand, als we echt iemand de hele tijd aankijken in het gezicht, dat we dan echt contact hebben met die persoon. Maar ik nodig je uit om eens het volgende te proberen. Om als jij in contact bent met de ander, om de ruimte waar te nemen die tussen jou en de ander is. Dus je focust je op de ruimte tussen jullie in. Dat kun je ook al doen als je naar dit filmpje luistert. Dus je ziet mij op het scherm. Dus je kunt naar mij kijken, naar mijn gezicht of wat voor oorbellen draag ik of wat voor kettingje of wat dan ook. Of hoe beweegt mijn mond, wat zie je nog meer. Maar je kunt ook luisteren terwijl je de ruimte waarneemt tussen jou en mij. En voelen wat voor verschil dat maakt voor jou. En in zo'n filmpje is het makkelijker om die oefening te doen dan live met iemand. Omdat ik niet zie dat jij nu niet naar mijn gezicht kijkt, maar naar de ruimte tussen ons in. Dat is gemakkelijker. Dat is een heel goede manier om mee te beginnen. En wat ik zelf ervoer was, in die workshop deden we de oefening eerst in tweetallen, waarbij we tijdens het praten met elkaar naar het gezicht van de ander keken. En daarna deden we de oefening nog een keer, waarbij we keken of focusten op de ruimte tussen ons in, de lege ruimte tussen ons in. En voor iedereen bijna was de ervaring hetzelfde, dat we ons eerst heel schuldig voelden om niet naar die ander te kijken en een soort angst van, zou die ander nu denken van, oh, dat ik niet geïnteresseerd ben in die ander. En ook een soort onwennigheid was het. Maar wat ik dus ervoer was dat er een enorme kalmte was, dat er ruimte was, dat ik voelde, oh, ik kan achterover leunen, ik heb mijn eigen ruimte, die ander heeft zijn eigen ruimte en onze beide gebieden zijn tussen ons in. En het voelde juist als een heel groot respect voor die ander en voor mijzelf ook. En er kwam een kalmte, een niks meer hoeven of moeten, een gewoon kunnen zijn in onze eigen ruimte en de ruimte van de ander waarderend. En daardoor ontstond er een heel grote
gebied van ruimte en rust tussen ons. En van daaruit, wat ik merkte zelf, was dat ik dan ook, als die ander iets vertelde, veel meer de klanken hoorde van waarmee iemand anders iets vertelde, de klanken en de emoties, en veel minder ook gericht was op de woorden, op de letterlijke woorden. Maar daardoor ontving ik veel meer de bedoeling van wat die ander zei. Dan wanneer ik door naar die ander te kijken en dus eigenlijk meer vanuit mijn hoofd te komen, naar die ander te luisteren, dan pikte ik ook alleen maar woorden op. Terwijl de belangrijkste boodschap wordt uitgedragen door non-verbale signalen, dus door lichaamssignalen en de klank. En ook als ik zelf praatte. En ik voelde dat die ander in contact was met de ruimte tussen ons in, voelde ik veel meer contact dan wanneer die ander echt naar mijn ogen of naar mijn gezicht keek. Ik pas het ook toe, het is gemakkelijker om mee te beginnen als je bijvoorbeeld naast iemand loopt, als je aan het wandelen bent met iemand. En dat is dan ook een experiment van durf je naast iemand te wandelen en in plaats van helemaal gefocust te zijn op die ander die naast jou loopt, de ruimte waar te nemen tussen jou en die ander. En ook een gemakkelijke manier om hiermee te beginnen is aan de telefoon. Dat als je een telefoongesprek met iemand hebt, dat je je dan bewust bent van de ruimte tussen jou en degene met wie jij belt. Ik nodig je uit om hiermee te experimenteren en om ook het ongemak te verdragen in eerste instantie dat met deze nieuwe manier van communiceren gepaard kan gaan. Je bent van harte welkom om ook meer filmpjes van mij te bekijken op YouTube. Mijn kanaal is Modita van Zummeren. En als je op de hoogte wilt blijven van mijn nieuwe YouTube-filmpjes en podcast-afleveringen, nodig ik je ook uit om je te abonneren op mijn nieuwsbrief, mijn tweewekelijkse nieuwsbrief. Daarin deel ik teksten van Osho over meditatie in het dagelijks leven. Ik deel inzichten uit familieopstellingen. Ik deel mijn aanbod en mijn nieuwste YouTube-filmpjes en podcast-afleveringen. En je vindt ook meer informatie in de beschrijving onder dit filmpje. Heel veel succes met deze oefening, als je je daartoe geroepen voelt.